Het laatste boek voor de pauze dat we willen eventjes bespreken met jullie zijn Feiten en Mythes over magische en helende stenen. En daar weet Claire Moens alles over. Claire... Niet alles. Niet alles. Maar ik zal je toch proberen een aantal vragen te stellen erover. Hè. Nu, als wetenschapper vragen we ons altijd af, ja, hoe werkt zo'n steen dan? Maar eigenlijk als ik mijn vrouw een ring geef, mijn schone steen in, die wordt daar wel gelukkig van. Ik zou zeggen, als juweelontwerpster, zeker doen. En dat maakt u natuurlijk gelukkig, hè, want dat is als je van juwelen houdt natuurlijk. En als je dat mooi vindt, dan is dat ja, iets dat je hebt gekregen, dat maakt je blij. Maar meer doet dat uiteraard niet, buiten een mooie herinnering creëren en plezier van het dragen. Ja, nu als ik je boek lees, dan zie ik daar heel wat vermeende werkingen van edelstenen staan. Ja. Wat is nu voor jou, of wat zijn de gekste werkingen die toegeschreven worden aan stenen en kristallen? Er zijn er heel wat. Natuurlijk, om te beginnen, wordt er beweerd door de gelovers in helende kristallen dat een steen vibreert en dat die inwerkt op de vibraties van ons lichaam. Ja. Ze halen daarbij het wetenschappelijk standpunt aan van ja, alles trilt, alles beweegt. Enfin, alles trilt, hè, moleculen bewegen. En van die kristallen zouden dan op een positieve manier inwerken op de vibraties van ons lichaam. Nu, dan vraag ik me af, waarom zou die kristal dan inwerken op ons lichaam? Maar bijvoorbeeld deze tafel niet, dit glas niet, want dat trilt ook. Die moleculen trillen ook. Dus ja, daar is geen enkel bewijs voor dat zou inwerken of dat bepaalde energieën uit die stenen positief zouden werken op het lichaam. In het beste geval, hè, dat is ook met andere zaken, heeft dat een placebo-effect. Hou je van kristallen en zo, ja, dan ga je blij zijn dat je dat hebt en dat je dat mooi vindt. Maar er zijn dan natuurlijk bepaalde therapeuten van alternatieve geneeswijzen die gaan zo ver en zeggen dat die vibraties inwerken op tumoren. Dat is natuurlijk een straffe uitspraak en waar geen enkel bewijs voor is. Je gaat daar niet van genezen. Buiten wat levensvreugde en plezier dat je hebt, omdat het mooi is, doet dat nogmaals niks. Er zijn nog straffe uitspraken bijvoorbeeld. Er zijn ook bepaalde aanhangers die geloven dat kristallen levende wezens zijn. Ze vergelijken die kristallen met de vorming van een eicel in een baarmoeder. Dus een kristal wordt in de aarde gevormd met veel druk en met kracht. En die groeien dan. Over miljoenen jaren groeien die dan. Hè, daardoor krijgen ze een mooie kristalvorm. En sommige mensen zien dat echt als een soort redders van de mensheid. Want ja, wij zijn altijd fout bezig. Dat is ook een van die... We doen het niet goed, we zijn fout bezig. En die entiteiten die gaan op een gegeven moment ons redden en ons het licht doen zien. Nu, als je echt daarin gelooft, vind ik het, als je verder gaat in hun logica, wel heel bizar dat ze het dan nodig vinden om die kristallen, die dan in die grotten gevormd zijn, met hun familie er rond, om die dan harteloos weg te hakken en mee te nemen naar buiten. Want ja, dan heb je die weggesleurd uit een vertrouwde omgeving. Dat is iets dat mij bij mijn onderzoek wel het meest is bijgebleven. Zo een van die zaken. Ja. Ja. Wat aan mij opgevallen was Charles Brown met zijn bioelectric shield. Ja. Ja. Shield. Ja. Waarmee dat je dus de straling van een gsm zou kunnen tegenhouden. Ja, en alle ook negatieve stralingen van mensen. Dat is, hoe moet ik dat beschrijven? Dat is zo twee halve cirkels, halve bollen. Die zijn op vijf punten samen gesoldeerd en daarin zit een kristal.
En dat wordt gedragen als hangers. Dus het is vlij, dus ufo-vormig. En dat wordt dus gedragen. Je hebt daar heel veel beroemde fans onder. Onder andere Cheryl Blair, de vrouw van de ex-eerste minister van Groot-Brittannië, was daar een grote fan van. En dat wordt dus verkocht. En je hebt daar drie versies van. Je hebt daar de koperen versie van, de zilveren versie van en ook de gouden versie van. Dus dat is een juweel. Hè? En daar wordt dus van beweerd, ja, het houdt allerlei ziektes tegen. Ook beschermt ook tegen autisme onder andere. En wat ook heel merkwaardig is, hoe duurder uw hanger, dus als je een gouden koopt, die werkt dan beter dan de koperen. Dat lijkt mij logisch, hè? Ja. Ja. Dat is zo. En die vijf punten, die gaan dan naar het hoofd en de ledemaat. Dus die energie, die gaat dan... Ja. Nu, er is wel wetenschappelijk onderzoek geweest naar kwartsen. Kwartsen buigen inderdaad bepaalde straling af. Dat is trouwens onderzoek door de vader en zoon Breck. En dat is dus, ja, de... Ja, die hebben dat uitgevonden, dat er afbuiging is. Maar dat wil niet zeggen dat mogelijke schadelijke energie gaat afbreken. En dan gaat dan zo'n heel klein kristalletje in die hanger, gaat dat zeker niet doen. Dan zou je bijna moeten omringd zijn door kristallen van kop tot teen, volhangen met kristallen, om die zogezegde schadelijke energieën af te buigen. Het is een beetje zoals bij het verhaal van Marleen en de antivaxxers. Je haalt ook heel wat beroemdheden aan, hè, die kristallen in huis hebben. Kim Kardashian, ja. Katy Perry, Victoria Beckham heeft overal kristallen in huis. Natuurlijk, ze heeft wel heel veel geld om kristallen te kopen. Maar van waar komt dat bijgeloof eigenlijk in die kristallen? Want amuletten en zo wordt al heel lang gebruikt, hè? Wel, het is terug van nooit weg geweest. Er is altijd wel geloof geweest in die kristallen. En dat laat ons zeggen, in de tijd dat wij nog niet echt veel hadden gedaan over wetenschap en kennis hadden over wetenschap, kan ik daar eigenlijk voor een stuk inkomen. Dus kristallen worden mooi gevormd. Die zijn geometrisch van vorm. Die hebben ook spectaculaire kleuren. En die geometrische vormen, dat komt in de natuur niet meer voor, verder voor. Strakke geometrische vormen bedoel ik. Bloemen zijn afgerond en organisch, maar zo strak. Ja, dat lijkt bijna iets bovennatuurlijk buitenaards. Vroeger wisten mensen niet hoe dat kristallen werden gevormd. Ja, hoe die kristal en die moleculenstructuur ging zijn van die... Dus dan kan ik wel geloven dat iets heel bijzonders is. En ze zijn ook heel mooi, hè. Maar ondanks hun spectaculaire kleuren en vormen, zijn die scheikundig heel simpel. Denk maar aan diamant, dat is gewoon koolstof. Robijn, dat is aluminiumoxide. Dat zijn heel eenvoudige samenstellingen, chemische samenstelling. Als je dat bijvoorbeeld zou vergelijken met bijvoorbeeld een cel, een bacterie of zo, dat is al immens veel ingewikkelder en van chemische samenstelling heel complex in vergelijking natuurlijk met een kristal. Daar is eigenlijk chemisch gezien niks bijzonders aan. Maar ze zijn spectaculair mooi. Ik zou er anders ook mijn beroep niet van gemaakt hebben. Ik was er altijd, als kind verzamelde ik al kristallen. Dus ja. Nu, we geven met SCEP elk jaar een prijs ook. Voor degene die het meest bijgedragen heeft tot een kritische kijk op de pseudowetenschappen en de paranormale wetenschappen. Ik heb uit je boek geleerd dat we die prijs moeten geven ook aan de makers van de Simpsons. Ja, ja. Nu, Amerika is een speciale, ja, dat is een speciaal land enzovoort. De Simpsons hebben er een hele goede, grappige aflevering aan gewijd. Maar zoals dat bij de Simpsons is, daar zit altijd wel een diepere grond achter en dat toch eigenlijk ook een bepaalde situatie aankaart. In Amerika is het niet zo gemakkelijk om aan een ziekteverzekering te geraken.
Niet iedereen kan zich dat permitteren. Ook werkende mensen, sommigen, dat is gewoon te duur. Ja, een been breken in Amerika, als je niet verzekerd bent, dan ben je $30.000 kwijt. Hè? Voor iets simpels als een beenbreuk. Dus dat is een ramp als je daar ziek wordt en je hebt geen verzekering. Dus wat doen mensen dan? Ja, dan gaan ze, kijken ze al eens naar de alternatieve geneeswijzes. Hè? En kristallen is daar één van. Dus dat is ook in mens populair. Hè? Je kunt dat dan sommige mensen toch niet kwalijk nemen dat ze daarin geloven. Nu, voor alle duidelijkheid, dat gaat ook in mijn tweede boek, komt dat eigenlijk ook terug. De alternatieve geneeskunde, en waar kristallen onder zitten, kruidengeneeskunde en alle andere, dat is een miljardenindustrie. En in Amerika is dat $210 miljard per jaar dat daaraan besteed wordt. Om u een idee te geven, dat is $625 per persoon. Maar de Simpsons hebben daar weer al op een fantastische manier op gereageerd. Bart plotseling een grote student werd, omdat hij kristallen gebruikte. En hij had direct allemaal hele goede punten. Maar dan bleek dat hij dat eigenlijk als vergrootglas gebruikte om te kunnen spieken. En dan komen er allerlei dolle avonturen en Marge begint dan van die kristallen te verkopen. Enfin, maar uiteindelijk blijkt dat niks doet. Ik weet het niet. We gaan het eens aan de zaal vragen. Of dat daar mensen zijn die ervaringen hebben met kristallen of vragen hebben over kristallen. Ja, hier op de eerste rij is er iemand. Wacht, we gaan de microfoon bij u brengen, dat de mensen achteraan in de zaal... Wij wel, maar van achteraan in de zaal niet. Wat mij vooral verontrust ook, dag van vandaag, dat dus als je van Balen de Mol rijdt, dan zit er dus iemand die stenen verkoopt en reclame maakt. En die durven dan zeggen, in groot schrijven op de zijkant van het gebouw, geneeskunde. Hè? Ja. Die term, mag dat zomaar gebruikt worden? Nee, dat mag absoluut niet gebruikt worden, want dan doe je aan onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dus in principe kan die daar zware boetes voor krijgen. Ja. Nou, de term geneeskunde, Patrick, jij hebt in Dordrecht gezeten, dacht ik. Of... Nee, toch niet. De term ik heb er wel soms wat kritiek op gehad, maar ik heb nooit in Dordrecht gezeten. Ja. Maar als je dat op de gevel schrijft, geneeskunde, dat is maar een woord. Het is het uitoefenen van de geneeskunde natuurlijk. Als je een diagnose gaat stellen en een behandeling voorstelt met stenen, dan ben je verkeerd bezig en dan zou je in principe kunnen aangeklaagd worden. Bij al die dingen dus, er is het geloof als medicijn, dat is dus wel een heel sterke kracht bij een mens, hè? Ja, absoluut. Ja. Bal en Melzak, die hebben zo'n reis gemaakt in de wereld om eens na te kijken hoe dat ze overal pijn beleven. Het is gelijk bij de voeters, die dan sterven als er een vloek op is van de hoofdman of wat ook. En die hebben dan dus gezien, die mensen sterven, die hadden een constante hartslag van over de 200, een suikergehalte dat helemaal ontspoord was. En die mensen die stierven inderdaad door het feit dat die waarden in het lichaam te abominabel waren. En wanneer dat die... Als ze dan een kieken konden offeren aan de hoofdman of wat, dan werd die vloek verbroken en dan bleven die mensen in leven. Hè. Om maar te zeggen hoe sterk dat het geloof is in iets. Hè. Dus die boek van Het geloof als medicijn, dat is een boek die geschreven is door de reporter van de Gazet van Antwerpen, die in de wereld ook al die congressen afgelopen heeft. Hoe sterk dat nep-medicamenten, hoe sterk dat die werking ook is bij de mensen. Ja, maar dat gaat niet. Je gaat niet zeggen van, ik heb een tumor, ik leg er een kristal op en dat gaat genezen. Nee. Nee, maar dat inderdaad, dat je dus mensen ook in het kader van geloof van alles kunt inprenten en dat die daar meegaan. Ja, we zien dat soms ook in van die shows met in Amerika, waar dat ze zeggen van light, en ze duwen dan op die mensen, die beginnen dan te trillen en die zijn dan zo gezegd genezen. Bij die, hoe noemt dat, met die predikanten, die
ja, dat heeft een predikanten, ja. Predikanten die dus echt zo geneeskracht hebben, hè, door God. En, ja. Maar natuurlijk, de vraag is, gaat daar dan eens een paar dagen later naartoe? Het is heel simpel. Hè. Waarom staan die in een zaal mensen te genezen en waarom lopen die niet rond in een ziekenhuis? Je ziet ze niet rondlopen in een ziekenhuis, hè, mensen genezen. Want dat zou wel handig zijn. Dus die gaan dan iedere ziekenkamer in en dan, poef, be gone, evil be gone, en poef, genezen. Zo maar werkt het niet. Alleen ik begrijp ook dan uit wat dat er gezegd wordt, dat ja, niet alleen dat je moet twijfelen over de genezing, maar soms ook over de diagnose. Sommige van die genezers gaan, als ik aan Filip zeg, nu, je hebt kanker, en 3 dagen later, ik ga je genezen van je kanker. Ja. Filip heeft geen kanker meer na 4 dagen, hè? Want hij heeft het nooit gehad. Ja, halleluja. Ja. Maar dus inderdaad, geneeskunde mag je op je gevel zetten, maar het stellen van een diagnose is iets dat voorbehouden is aan het medisch korps, evenals het behandelen van bepaalde aandoeningen. Hè. Ja. Daarom ook dat je nu op heel veel reclames op televisie bijvoorbeeld niet meer ziet bijvoorbeeld dat bepaalde yoghurtjes werken tegen opgezwollen buik, gevoel en zo. Ja. Maar het staat allemaal op, het verstevigt uw immuniteit. Zoiets staat erop, wat je niet kan bewijzen. Hè. Ik zal straks nog een voorbeeld geven, Dirk. Ja. Nog 1 vraag uit de zaal. Ja, hallo. Ik ben Lisbeth en ik ben een antivaxer, een zeer trotse antivaxer. Ik heb mij ingeschreven voor deze avond omdat ik dacht dat we een debat zouden krijgen. Maar ik zie dat jullie allemaal aan hetzelfde touw trekken. Er is geen sprake van een debat. Een debat is wanneer jullie daar zitten en wanneer ook daar echt mensen vanuit hun perspectief ook hun verhaal kunnen delen. Dit slaat eigenlijk gewoon alles. Wel, mevrouw, doet uw verhaal. En we hebben een debat. Ja. Dit is niet het debat dat ik mij had voorgesteld. Ja. Welk debat had jij voorgesteld? Ja. Ja. U mag vragen stellen en wij gaan in debat met u. Dus. Ja, ik vind het eigenlijk niet eerlijk verdeeld. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar... Daar kunnen wij niks aan doen, hè? Ja, dat gaan wij niet. Ja. Dus het staat open voor iedereen. Als wij mensen als een Matthias de Smet, Theo Schetters, Maurice de Hond, Sam Brokke die ontslagen is, Matthias die zijn boek niet mag gebruiken in Gent, als wij die aanhalen, worden die allemaal over een kam gescheerd en gezegd antivaxer, complotdenker, weet ik het. Maar zitten wij hier dan als... Ja, hoe moeten wij ze anders beschrijven? Ja, 2, 3 mensen misschien, denk maar 2 eigenlijk... tegen een heel zaal, dat is niet... Maar ik denk niet, mevrouw, dat u het moet zien als een debat waar dat iemand gelijk moet halen en iemand ongelijk moet halen. Nee maar u haalt wel de alternatieve geneeskunde helemaal onderuit. Wat wij hier willen doen met de schrijvers is gewoon hen de kans geven om de informatie die zij verzameld hebben op een wetenschappelijke manier, om die... naar de mensen te brengen die hier in de zaal zitten. Steven Arazola had me gewaarschuwd. Blijf er weg. Nee, dat heeft hij niet gezegd. U hebt wel een heel selecte vriendenkring. Nee, die dus, wij sorry. Allemaal kennen. Dat ja, is wel ja, heel merkwaardig. Ik mag mevrouw misschien geruststellen. U voelt zich een beetje alleen. Zo zie ik het. Ik ben recent naar een antivaxavond geweest. Ik zat er ook alleen. En ik zal u zelfs meer zeggen, ik werd bijna buiten gedragen. Dat geloof ik. Kent u Erwin Anijs? En ik heb zelfs daar een artikel over... Bent u bekend met de neus-, keel- en oorspecialist Erwin Anijs? Nee, die ken ik niet. Nee? Heeft ook het boek niet gelezen van hem? Hij heeft zijn job opgegeven omdat hij zijn job niet meer kon uitvoeren als directeur in Aalst van een oogkliniek of een... Dus? Maar dat boek zou je misschien eventueel eens kunnen lezen. Maar kent u Chris Gouwblomme? Ja, ken ik ook. Voilà. Ik ben naar Chris zijn lezingen geweest, ik heb zijn boeken gekocht en ik heb ze gelezen. Ja. En ik heb met hem een heel aangenaam gesprek gehad. Ah, wel. En we hebben niet over de grond gerold. We hebben wel heel veel ruzie gemaakt. Ja. Maar die man was wel niet zoals u zegt, ja, dit is geen debat. Dat vind ik een beetje flauw. Ja, maar misschien... Ik kan ook antwoorden, u hebt het recht natuurlijk om debatten te organiseren. Wij zijn wetenschappers.
Nu, als je 100 wetenschappers neemt en u vraagt naar vaccinaties, gaan minstens 99 wetenschappers zeggen vaccinatie werkt en is veilig. 1 gaat misschien het tegenovergestelde zeggen. Als je over het klimaat spreekt, je neemt 100 wetenschappers, dan gaan 99 zeggen er is een probleem met het klimaat en eentje gaat dat ontkennen. Als we natuurlijk zo ver gaan om telkens, als op een wetenschappelijke manier iets wilt behandelen, die heel kleine minderheid altijd op het podium vragen, dan ga je heel foute informatie geven aan de samenleving. Als u per se wilt geloven dat die één man of één vrouw op 100 of 1000 een andere mening heeft, dan mag jij dat doen. Maar je moet niet van ons verwachten dat we telkens 3 mensen van die mening mee op het podium zullen brengen. Dat zou zeer tegen natuurlijk zijn en tegen de wetenschap ingaan. Ik zou graag met deze wijze woorden, maar u mag dat contesteren uiteraard, daarom zijn we sceptisch, met deze wijze woorden jullie willen bedanken voor het eerste deel van het panelgesprek. Het is geen debat, het is een panelgesprek. Jullie uitnodigen om eventjes in de gang te verpauzen, bij te praten als het kan. En dan straks in het tweede deel gaan we nog 2 interessante boeken voorstellen over homeopathie en over kruidengeneeskunde. Mag ik 1 ding zeggen? Ik hoop dat jullie niet gaan lopen tijdens de pauze. Ik zou het heel spijtig vinden, want ik zou graag mijn boek ook aan jullie voorstellen. Over homeopathie? Ja. Binnen een half uur komen we terug, dus om 9:15 starten we opnieuw.